trompet geworpen. Dat is ook aangenaam van geschetter. Maar hoe gaat het in het dagelijks leven? Wij waren zeer klein bij huis. En als ik hard reteerde, dan moest ik het raam openzetten. Anders stootte ik de ruitenstuk. En altijd in een open raam spelen is wat kiel. Toen heb ik me maar weer op de trompet geworpen. Maar in eenmaal zo orkest is wat mager. Toen heb ik me geassocieerd met een andere hoempa. Twee blazen meer dan één. Ik kan hem elk ogenblik ontmoeten. Pardon, is die meneer Gerritsen? Nee, die komt niet. Die is verhinderd. Toch niet ziek? Ja, en nee. Oh, nee, ja. Ja, meningsverschil met zijn vrouw omdat hij te laat van de revisie kwam. Weelde uit mijn kinderjaren. Moet u horen, nou heeft ze hem drie tanden uit zijn bovenkaak gewipt. Gunst, gunst. Ja, nou heeft hij een splitje in zijn bovenlip. Oh. Nou kan hij niet meer blazen. Oh. Nou slist er niet tegen mij, ga jij maar zo lang rampelageren totdat mijn gebit hersteld is. Zo doen we. Nou daar gaan we. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Boer, vrouw, heer, haast. Vandoor! Ja, ik heb vandoor. Wat is het? Wat meer? Wat Hallo? 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 Wat meer? Ik wel een radio. Wat meneer? Ja, dan neemt u me niet kwalijk dat ik even kom sturen. Moet je wat dan doen, hoor? Ja, ja, zo moet u horen dat ik u even stuur. Ja. U moet weten dat mijn ernst en de schoonmama, die is vandaag jarig. Oh ja? Ja, een omhooggaande verrassen. Wat wou je er? Ik wil haar verrassen. Dat mag u niet doen, meneer, weet u dat wel? Dat is strafbaar. Wat niet? Schoonmoeder verrassen. Oh. Hij begint weer. Hij begint weer. Nee, nee. Ik bedoel niet verrassen. Maar verrassen. Op met de rug. Ja. Ja, we zijn er, hoor. Ja, we zijn er. Ja, ik ben nog niet begonnen, maar... Nee, wacht nog even. Ja. Zeg, als jullie nou een leuk mopje spelen, zeg die jullie van mij. Twee kwartjes. Oh, meneer, we beginnen direct. Zeg, spelen jullie leuk? Oh, meneer, uw schoonmoeder overleeft het niet.